Voorkomen, incasseren en terugslaan. Ergens vol voor durven gaan, op jezelf durven vertrouwen en je niet te laten tegenhouden bij de eerste de beste tegenslag. Ik was een beetje een vlierenfluiter. Ik was gewoon plezier aan het maken. Ik was altijd actief, maar altijd eigenlijk bezig met lol maken, lol trappen. En dat veranderde toen ik 14 was. Ga eens mee naar de boksschool. En ja, toen was het ook heel snel alleen nog maar boksen wat er in mijn hoofd speelde. Boksen gaat dus niet alleen om de allerhardste klap en agressiviteit. Boksen gaat om veel meer. Om techniek, tactiek, om op jezelf durven vertrouwen. Om te voorkomen dat je klappen krijgt. Om te incasseren, maar ook weer terug te geven. En dat vind ik een hele mooie metafoor voor het leven. Ik wil mensen inspireren om ook een ijzersterke mindset te ontwikkelen, zodat zij ook hun dromen na kunnen jagen.